President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren samen met het clusterteam van ministers afgesproken dat er een samenhangend sociaal programma moet komen die effectief en transparant zal zijn. De regering zegt dat de financieel-economische situatie in het land enorme uitdagingen met zich meebrengt. Gezien dit resulteert in koopkrachtverlies, wil de regering veel meer aandacht schenken aan de behoeften van kwetsbare groepen. Het staatshoofd heeft het clusterteam opgeroepen om met veel meer voortvarendheid te werken aan het sociaal programma. Vandaag hebben vier niet-residerende ambassadeurs hun geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokhi aangeboden. Het gaat hierbij om de diplomaten Yutaka Matsubara van Japan, Konrad Eniel van Trinidad, René van Nes van de Europese Unie en Victor Hugo Morales Melendez van Mexico. De overhandiging van de geloofsbrieven heeft plaatsgevonden op het presidentieel paleis. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken treft voorbereidingen voor een vlotte implementatie van de wetten geweld en seksuele intimidatie arbeid en gelijke behandeling arbeid. Voor werkgevers en werknemersorganisaties zullen speciale presentaties worden gehouden. Ook zullen de arbeidsinspecteurs en de voorlichtingsmedewerkers worden getraind in hoe de wetten toe te passen in de praktijk en hoe de verschillende artikelen geïnterpreteerd dienen te worden. Minister McAndrew vertrouwt erop dat er sprake zal zijn van een vlotte uitvoering.